En de 55e editie van de Nationale Kunstbeurs, die voor het eerst virtueel was, is een succes geworden. Dit zegt ondervoorzitter Juan Pablo Reggio van de Stichting Nationale Kunstbeurs. Volgens hem hebben meer dan 15.000 personen de website bezocht. De grootste groep was uit Suriname, gevolgd door Amerika en daarna Nederland. De Nationale Kunstbeurs is een begrip geworden in de samenleving. Pablo Reggio legt uit dat 50 kunstenaars hebben deelgenomen aan de kunstbeurs. Volgens hem is het van belang dat jong Suriname vaker betrokken wordt bij het kunstgebeuren. In ons educatiesysteem moet er meer aandacht besteed worden aan kunst en cultuur en de ontwikkeling van ons land. Ons land heeft een bepaalde geschiedenis en die kunst is een rode draad daardoorheen. Dus als we daaraan meer aandacht zullen besteden, zal de jeugd, de komende generaties, zal ook die waarde kunnen inzien van onze architectuur, van de standbeelden die we hebben. Want we hebben verschillende standbeelden in de stad waarvan men niet eens weet dat ze er zijn. Ik zelf ben er ook schuldig aan dat ik gewoon in mijn dagelijks leven langs de rij en niet eens door heb wat het standbeeld is en waar het over gaat. Dus als we wat meer onze fysieke omgeving gebruiken en dat incorporeren in ons onderwijs, dan zal de jeugd en de generaties die daar volgen zal meer waardering hebben voor wat om ons heen is en dat misschien ook incorporeren in hun creatieve uitingen. Hij legt verder uit dat kunst zeer divers is en veel zegt over cultuur van een land. De organisatie weet nu al dat er van het jaar meer virtuele kunstexposities gehouden zullen worden. De plannen voor 2020 zijn niet gelopen zoals we gepland hebben. We zijn natuurlijk heel blij met onze virtuele expositie. Dat is goed gelopen, daar zijn we heel trots op. En voor 2021 moeten we even kijken hoe dit jaar loopt in verband met de economische crisis waarin we zitten. De pandemie, waar die gewoon iedereen op een heel onverwachte manier beïnvloedt. Dus we moeten even kijken hoe dit jaar loopt. Maar als het van ons afhangt, hebben we volgend jaar een fysieke beurs en een virtuele beurs. Zodat die internationaal makkelijk bezocht kan worden. En dat mensen nog fysiek ook kunnen genieten van kunst. Verder zijn we sowieso ook van plan om kleine virtuele beursjes door het jaar heen te houden. Misschien in april al, dat we weer een kleine expositie houden online. En de media leveren een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van de kunstsector. Juan Pablo Reggio stelt het op prijs dat de STVS ook het afgelopen jaar veel aandacht hieraan heeft geschonken.